Sinds 1 januari moeten ook inwoners van Zeewolde met een beperkt inkomen zelf de eigen bijdrage betalen als ze zorg krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Een aantal Zeewoldenaren heeft de zorg opgezegd omdat ze de 19 euro per maand niet kunnen missen. Als ik de 20 euro zou moeten betalen aan de gemeente, aan de WMO, dan zou ik bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Dan zou ik niks meer overhouden. Want normaal hou ik dan 25 euro over in de maand om wat te kunnen doen. En daar zou dan die 20 euro nog van afgaan. En dan zou ik bijvoorbeeld niet meer een nieuwe broek kunnen kopen. En dan zou ik niet meer met een vriendin een kopje koffie kunnen drinken. Dan zou ik niet meer naar mijn tante toe kunnen reizen. Ik zou niet meer weg kunnen. Voor andere mensen is 20 euro, daar kan je dan misschien nog wel omheen. Of dan is het wel vervelend. Maar voor mij is dat eigenlijk niet, dat kan ik niet missen. Het besluit van je eigen bijdrage moet worden teruggedraaid, vinden Burgerbelang, Zeewolde Liberaal, Partij van de Arbeid, GroenLinks en CDA en D66. Die dienen hiervoor een motie in. Praten we over verder met Wenda Westerhuis van D66. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ja, waarom betaalt de gemeente Zeewolde nu die eigen bijdrage niet meer van 19 euro? Wij hebben in maart vorig jaar hebben wij een integrale verordening sociaal domein vastgesteld. En daar is die zeg maar niet in meegenomen. En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met dat het zeg maar niet een verplicht bedrag is zeg maar voor de WMO-cliënten. Ja. Maar dat er ook andere minima-regelingen zijn die dit zouden vergoeden. En dat blijkt in de praktijk toch niet waar te zijn. Nee, maar goed, mensen zeggen nu dus ja, die 19 euro per maand kan ik echt niet missen. Ja, hoe is dit dan op te lossen? Door de regeling terug te draaien. Dus dat wij zeg maar op dit moment wel verzoeken zeg maar, om die regeling, net als in Harderwijk en Ermelo, om die zeg maar, terug te draaien dat die groep waar het om gaat, hè, dus dat is de groep die echt in die minimuminkomen zit, om die wel weer die 19 euro per maand, dat ze die niet hoeven te betalen aan de gemeente. Ja, dat neemt de gemeente dan weer op zich, die uitgaven. Hoeveel is dat dan per jaar voor de gemeente? Nou, dit gaat om ongeveer 240 inwoners. Dus dan zit je op zo'n 54.000 euro per jaar. En waar haalt u dat geld dan vandaan? Ja, dat zal moeten komen. Kijk, het zijn inkomsten die we nu niet krijgen. Dus het is niet zo dat wij nu zeg maar dat terug moeten betalen. Het is gewoon een inkomsten dat we niet krijgen. Dus we zullen daarin moeten kijken. Maar het is, vinden wij, een belangrijk bedrag voor de mensen om het wel te krijgen. En het is een totaalbedrag wat te overzien is. Ja, maar de wethouder Financiën die zal zeggen, nou, mevrouw Westerhuis, repareert u het maar in de begroting. Ja, nou, dan zullen we daar naar kijken. Maar volgens mij moet dat ook wel te doen zijn. Oké. Okay. Maar heeft u zelf ook met mensen gesproken die hierdoor worden getroffen? Ik heb contact gehad met een van de inwoners, zeg maar, die, die heeft indirect zeg maar, contact. En ik weet niet, de meesten willen anoniem blijven, dus ik kan daar niet heel veel over vertellen. Maar het is wel, weet je, dat heb ik ook van haar echt wel begrepen, dat het gewoon lastig is. En dan kan ik me voorstellen dat wanneer jij ineens 20 euro minder hebt. Dat lijkt voor sommigen een heel klein bedrag. Maar ja, dat is gewoon wel een halve week boodschappen bij wijze van spreken. Of ja. Dat is net, weet je, je kan dan zeg maar niet naar de kapper. Of je kan uiteindelijk niet een jas kopen omdat je daar nog weer dat geld voor opzij legt. Dus, ja, u kon het voorbeeld zojuist horen. Hè? Dat zijn toch wel schijnende verhalen natuurlijk. Nou zei uw collega van PvdA GroenLinks eerder dat het college toch eerst zelf de kans moet krijgen om dit te herstellen. Dat is niet gebeurd of niet gelukt? Nou, ik denk dat zij zelf ook nog wel steeds aan het onderzoeken zijn en in gesprek zijn. Maar we willen wel graag de vaart erin houden en ook zorgen dat het wordt opgelost. Mm-hmm. En ik heb daarin ook wel vertrouwen dat het college daarin ook kijkt naar de oplossingen. Maar ook gezien de tijd en we ook niet willen dat wij straks nog goedkeuring moeten geven of wat dan ook, willen wij ook als raad, en in ieder geval vanuit deze partijen, maar ik ga ervan uit dat er ook wel meerdere partijen zijn, willen wij gewoon ook aangeven dat het voor ons ook belangrijk is dat dit zo snel mogelijk wordt gerepareerd. Ja, wanneer is zo snel mogelijk? Nou ja, we zitten nu alweer tegen eind februari aan. Ja. De kans is groot dat eind februari dat er toch nog weer die 19 euro wordt geïnd. Ja.
Maar dat we in ieder geval, al krijgen ze binnen een paar weken de duidelijkheid dat het geld weer wordt teruggestort. En dat ze vanaf maart, april het geld niet meer wordt geïnd. Oh, en ze krijgen het geld dus ook terug? Ze krijgen het geld dus ook terug vanaf januari? Ja. Vanaf januari dan? Dat is wel het verzoek, want ze hebben tot en met december hebben ze dat gewoon nog ontvangen. Zeker. Al die partijen, ik noemde een heel rijtje op, daar zit uw partij ook bij. Burgerbelang, Zeewolde Liberaal, Partij van de Arbeid, GroenLinks, CDA. Dat is toch net geen meerderheid, geloof ik, hè? Nee, dus we hebben de motie inmiddels ook bij de andere fracties neergelegd en gevraagd om steun. Dus, we hebben volgens mij met alle fracties een goed hart voor de mensen die dat nodig hebben. Dus ik verwacht dat hier zeker wel een meerderheid voor gaat komen. En ik denk ook wel dat dit een unanieme motie wordt, die unaniem gesteund wordt. Goed, we wachten dat af. Dank voor uw verhaal.